Het Internationaal Monetair Fonds, IMF, ziet verbetering in de macro-indicatoren in de samenleving. De Surinaamse economie stabiliseert en de druk op de wisselkoersen is afgenomen. Op basis hiervan is de bestuursraad van het IMF bij de afronding van de derde evaluatie tot het besluit gekomen om over te gaan tot de onmiddellijke uitbetaling van ruim 53 miljoen Amerikaanse dollar. Karel Eckhorst, die namens Suriname deel uitmaakt van de executive board van het IMF, spreekt vanuit Washington DC met onze redactie over de verbeterde macro-indicatoren. Wat de indicatoren wel zeggen, is dat we verbetering zien in de macro-indicatoren, met uitzondering van de inflatie. Daar gaat het te langzaam. Ook naar mijn smaak gaat het te langzaam. De prijzen blijven hoog, blijven stijgen. We zien wel een langzame afname in de tempo, van de stijgingen. Dat is een klein lichtpunt. Een lichtpunt in de zin van dat op termijn, als het zo door zou gaan, dat we waarschijnlijk naar lagere inflaties kunnen uitkijken. Aan het begin van deze maand kwam er na het bezoek van de IMF-missie aan Suriname een staff level agreement, een overeenkomst op technisch niveau. Technisch wordt dan overeengekomen dat zaken zijn gedaan zoals afgesproken en dat de executive board, het hoger politiek orgaan, een finaal besluit kan nemen over een volgende tranche. Tussen de staff level agreement en board approval moeten afgesproken condities nog worden afgerond, zegt Eckhorst. En in ons geval was het aanname van de herziene BTW-wet en afronden van de roadmap voor herziening van, of niet herziening, maar versterking van de financiële sector. Die twee zaken zijn net in die tussenperiode uitgevoerd. Maar het is niet automatisch, omdat we ook een situatie hebben gehad vorig jaar. Waar we de staff level agreement hebben gehad, maar niet de board approval. Oh. Omdat één prior action niet was gehaald. Namelijk aanname van de BTW-wet, de oorspronkelijke BTW-wet. Op de amendementen in de BTW-wet zijn er kanttekeningen gemaakt door met name de vakbeweging, die aangeeft dat de aangepaste maatregelen te zwaar zijn voor de werkende klasse. Eckhorst zegt dat er altijd naar kanttekeningen gekeken moet worden. In een verklaring zegt president Santokki dat met deze derde review het doorzetten en harde werken worden beloond en geeft de verzekering dat de regering nu met uiterste prioriteit zal werken aan de verbetering van de koopkracht van burgers en het vergroten van het besteedbaar inkomen.